Goeie bij het internaal weer. MVK 2009. The Low Parade, Sensations, Trans Energy, Masters of Hardcore, Rotterdam, Horrible Terror Festival. Alle spielen drie dagen er niet bij de AVD Blue Sensation Dance Parade. Zoals eerder 2000 ook al bleek tijdens de nachttijd, de AVD doet tegenwoordig ietsjes meer een thema dan vroeger. Max werd uitgerust met een muziekinstallatie die meer geluid maakt dan een gemiddelde Boeing 77 tijdens het opstijgen. En Lex met meer licht dan noodzakelijk. Check even de twee DJ's, de stoer daar op de voorgroep. DJ Stoffie. Tijdens de opening een trekpleister van je welste. En een horde vol dolle pivo's achter de vrachtwagen. Uiteraard zijn 30 dansende zoutzakken in oranje tuinbroek geen forum. Dus werden wij omgeruild voor appetijtelijke dames die her en der op kampterrein uit hun tenten werden getrokken. Om onze dancepreet een nog beter uiterlijk te geven. Ik kan wel zeggen, ik heb nog nooit zoveel opgelekkerde scouts naar onze vrachtwagens te kijken. Grappig feitje. Weet u hoe u in 20-tal uitgelaten Antonen achter in de bak van Max stil kunt krijgen? Luister, het is heel simpel. Om de muziekinstallatie te laten draaien waren er maar liefst 2 achtergraten Max bezig. Die full bol draaien op rode gasolie. En om de apparatuur te beschermen was het desal nodig om Max een afgesloten bak te geven. Gevolg, we zien de dampen die nergens heen kunnen. Zo ben je nog steeds niks aan de hand. Hup, we rijden met de boel. Je stopt een 20 opgewekte en uitgeruste Antonen in. 2 kilometer en 200 beats per minuut later, die bak weer open en tadaa, 20 kastplantjes. Na een zonnige zomer zagen wij elkaar weer op de scout in 2009. Lekker. Kastplantje inderdaad. Ik denk dat ik ook wel namens de meeste Antonen spreek als ik dit het hoogtepunt van het jaar noem. Want niemand anders dan ik. Niemand anders dan onze eigen Maxima bezocht dit kamp. Het werd op de gevoelige plaats vastgelegd met onze eigen Maxima. Dus, 2 keer Maxima. Dat Maxima kwam passeren voor onze bus, ging niet helemaal via de natuurlijke weg. Ik zal u even uitleggen, meenemen naar de bewuste zaterdag in september, om het een en ander uit te leggen hoe het ongeveer is gewerkt. Maxima zou rond 1 uur of 3 smiddags langskomen. Om 11 uur hadden wij al een plekje geregeld langs Maxima's wandelroute. Hier positioneerden wij onze vrachtwagen en verwachten wel contact te kunnen maken met haar koninklijke hoogheid. Al flinke tijd stond ook de grote clubstamleden rondom de vrachtwagen gepositioneerd. Niets kon er misgaan. Echter, vlak voordat het hele gezelschap onze oranje trots bereikte, deed die eigenwijze Argentijnse af van de route en dan een verkeerde afslag. Dat leverde natuurlijk een boel gebolde stamleden op. En we hadden min of meer al besloten om onze huiskleur in te ruilen voor een minder koningsgezinde kleur. Gelukkig kwam het gezelschap terug en zette koers richting onze stek. Nu liepen ze ons weer voorbij. Toen besloot Rob dat het tijd was om haar koninklijke hoogheid toch eens op het matje te roepen. Maxima, Maxima, stelde het over het terrein. En hij blokkeerde haar doorgaan. Ze kon geen kant op. Dus, weinig keus en ze kwam zeer voor onze vrachtwagen met een aantal stamleden. Een stormloop aan de graven was het gevolg. Echter, niet voordat ze zich ervan had vergewist dat iedereen zijn sigaret uit zijn mond had. Maar het resultaat mocht er zijn. Prachtige foto's, vol pagina Dagblad van het Noorden en zelfs een plek in hun jaaroverzicht. De AVD was met trots recht op onze mooie Maxima. De prinses mocht er ook zijn. Wat gebeurde er na deze evenementen nog meer in het afgelopen jaar?
is goed, hè, die linker. Ik had een heel groot verhaal bij, maar ik denk dat de foto's op zich al genoeg hebben. Nou, linker mag wel vertellen. Fabian Overbos, Florian Ries, Gijs van Manen en Jonne Klok. De AVD bouwde en rookte de waterpijp tijdens een optocht en er werden een flink aantal ontonen, dus haakjes weer op, voor de eerste keer vader. Alle nogmaals gefeliciteerd. En er waren ook de Vrijma organiseerde een roodfeest tussen de strobalen. En de Sjouken draaiden zoals altijd tijdens het novemberfeest hun boot in de verkeerde richting. Zodat iedereen mislijk werd en hebben flink gerokkerold. Er werden nieuwe vrienden gemaakt op verschillende kampen. We kregen er twee nieuwe chauffeurs bij, Timo en Mark. En er werd weer geklust aan de vrachtwagens en in en om het stambel. Iedereen die daar mee geholpen, bedankt. Dat was 2009. Maar wat brengt 2010? Scouting Nederland bestaat 100 jaar. En daarom is het deze zomer een jubileum. Jupjan, Jabiel, waarop 10.000 worden in de landen gehangen dat er maar liefst 10.000 scouts worden verwacht. Ook hier. Ook hier gaan wij resultaat om de zomer bouwen. Zijn, kijken dan ook alweer uit naar dit evenement. Ook is 2010, daar is schijnt, het jaar waarin wij als Antonie Cultuurstam een feest vieren. De stam bestaat, of viert in ieder geval, een jubileum. Waarbij we gehoord hebben, 65 jaar. In het najaar, en om heel precies te zijn, 11 september. Ja, ja. Mooie dag. Zal dit groot gevierd worden? Als laatste wil ik nog de vrachtwagens doen, maar deze worden ouder en nog steeds flink gebruikt. Dit jaar zullen wij misschien wel meer dan vroeger hard aan de slag moeten met z'n allen om onze vrachtwagens te behouden. Als ik nog even komen een stukje. Als 6 februari 2010. Let op, dames en heren, is de voorjaarsactie van de groep. Hebben wij mensen, handjes en... grond nodig. Dus meld je aan bij Boels Timmer met een aanhanger op zonder om de geld of om de groep en de standaard geld te verzorgen. Voordat ik op de nieuwjaarswens over wil gaan, op de nieuwjaarswens, wil ik eigenlijk nog heel even iemand bijzonder bedanken. We hebben namelijk het bestuur van de stam sinds oktober lang geleden. En sinds dit jaar is Alex, sinds 1 januari, is Alex de penningmeester meer. Ik wil Alex even vragen om even deze kant te komen. Penningmeester zijn, dat vind ik überhaupt, penningmeester zijn, dat vind ik